De wisselkoers is recentelijk snel gedaald met de overheid en de Centrale Bank van Suriname die maatregelen nemen om de geldhoeveelheid te controleren. Sanjay Gaurishankar van de Centrale Bank noemt beheersing van geldgroei essentieel om koersstijgingen te voorkomen. Gewaarschuwd wordt voor pogingen om de koers te beïnvloeden, maar het aanbod van vreemde valuta blijft ruim. Het platform Koersstabilisatie blijft actief en de autoriteiten houden de situatie nauwlettend in de gaten. Grote valutaverkopen kunnen de koers verder doen dalen. Dit is de eerste scherpe daling in 30 jaar, vergelijkbaar met de situatie in 1995 die uiteindelijk stabiliseerde. President Santokki heeft een uitgebreid overleg gehad met de districtscommissarissen, waarbij de ministers Emmanuel en Noor Mohamed ook aanwezig waren. Tijdens de vergadering brachten de districtscommissarissen verschillende problemen en uitdagingen in hun gebieden ter sprake, zoals infrastructuur en veiligheid. Het staatshoofd heeft stappen aangekondigd om de salarissen van districtscommissarissen te verhogen en dienstvoertuigen beschikbaar te stellen, zodat zij hun taken effectiever kunnen uitvoeren. Commissaris van Politie Rishi Akal vertegenwoordigt het Korps Politie Suriname bij de COPOLAT 3-jaarvergadering in La Paz, Bolivia, vanaf 20 februari 2024. Deze vergadering heeft tot doel de Latijns-Amerikaanse en Caribische landen te ondersteunen bij verbetering van drugsgerelateerd beleid, vermindering van het drugsaanbod en bestrijding van illegaal kapitaal en witwassen van geld. De vergadering omvat ook discussies over burgerveiligheid, ontwikkeling, gendergelijkheid en milieubewustzijn met betrekking tot drugshandel.